I feel paralyzed. Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Wij gaan vandaag verder werken aan ons naamloos park met deze attractie, namelijk de Vogelvok. We gaan het hele station maken, aangezien er nog geen rand aan zit. Binnenkort kussen we ondersteuning, maar eerst het station. Daar gaan we dus mee beginnen. Ik ga dus eerst zeg maar een beetje rand aan toevoegen en ik heb daar setjes voor. Ik heb daar meer. Ik denk dat hij zelfs hier zelf staat, die set. Ik weet ook niet met wat ik aanraak. Ik moet heel even zoeken. Ik weet niet waar die precies staat. Dus catbox. Nee, dit is van dive coasters. Dit is van waterattracties. Dit zijn fences. Waar staat die set voor die randjes? Ik denk dat die toch hier staat. Maar dan nog een beetje naar boven terug. Ik ben een beetje kwijt. Er is een set die ik heb die dingen inhoudt. Dus betonnen randen en die items hier, Coaster Freak, dit is natuurlijk een dingen, een operation, operator box. Dus zeg maar het hokje van de kast, ja, de besturingshok is dat. En dan hebben we nog die truck beds en dat is dit. Die zijn wel zo gedingest, maar dat is eigenlijk echt maar een soort veiligheidsrand. Beter wel. En ik heb ook andere, maar dat zijn metalen. Maar ik denk dat die wel beter staan bij deze attractie. Ik denk van wel. Ik ga mezelf even dat bij pakken. Dat is namelijk, een beetje lag, maar dat is de metal set. En daar heb ik dus ook van die trackbeds. En dat is allemaal metalen stukken. Ik heb die stukken hier ergens in de buurt. Ja, hier zijn ze. Ik denk dat we hier gewoon voor een heel simpel zwartje gaan gaan. Of misschien doen we zelf. Ja, nee, eigenlijk moet dat wel zo'n opstapje zijn. Maar wat als we dat nu eens maken zelf? Als we zo zelf eens een opstapje maken. Niet met zo'n trackbed. Maar met iets anders. Bijvoorbeeld hout. Hier zit hout tussen, dat hoop ik. Ik denk dat er hout tussen zit, meer of een V-range. Hopelijk zit die houten platen tussen. Anders, nee, is er geen houten platen tussen. Dan gaan we even naar onder, naar een andere set. En dat is, welke set? Nee, is stone. Dat is een, waar is die steen? Die stenen platen. Dit is voor trappen. Dit zijn diagonalen. Dit zijn gebogen stukken. Wat zijn die dan? Die zijn hier toch tussen? Nee, dit is een diagonale. Die moet je niet hebben. Dit zijn ze. Voilà. Gevonden. Als we die nu zo leggen. En hier nu een randje doen. Zo een. Maar dat is dan weer niet echt. Hier staat nog een hele plek tussen. Als we het zo doen, dan gaat dat ding door de achtbaan. Ja, ik denk ook dat we toch met die trackbeds moeten gaan werken. Waar loopt ons pad precies? Dat moet ik even eerst doormaken. Oh, dat pad moet eerst doorkomen, want anders weet ik niet. Oké,
Het volgende wat wij dus gaan doen is dat station maken van Volvo ook. En daarvoor gaan we hier langs werken met... we gaan hier zo langs leggen. Gaan bouwen met een set. Het thema, ja, we hebben hier niet echt een thema voor deze attractie, hebben we nog niet echt. Ik ga eens kijken tussen mijn set names wat we hebben. Het is ook allemaal hout, maar dit hout kunnen we zelfs, dit hout kunnen we nog wel kleuren, zie ik. Ik ga even kijken dat we het hier goed kunnen plaatsen, want komt het er tegen? Ja, het zit er tegen. Dat hout kunnen we dus kleuren en dat gaan we denk ik bruin maken. Het ziet niet slecht uit.
Nou, dames en heren, ik denk dat we die maar eens bij gaan laten. We hebben de ruwbouw af, we hebben tussenin ook van alles en nog wat. Ik ga eens even in bezoekersperspectief checken als alles juist is. Normaal gezien wel. Is er even naar het vrij rondkijken gaan. Snelheidscamera gaat naar 5. Niet naar 0. Naar 5. Snel naar daar gaan en dan kan ik nu tot op de vloer staan en... Hier ga ik eens, hier, oh ja, hier zien we het al, ik moet hier al aan de ene kant een schot op mijn bij plaatsen. Hier ook zie ik. De piercer is door als bezoeker. Oké, dus deze moet ook weg, wacht. Ik ga hem even doen, hè. Deze, nee die niet, niet de poort. Dus de plaat. Het is de plaat die daar weg moet. Ik klik op de corner, maar het plaat zijn. Ja, oké. Okay. We doen het volgende keer, heel voorzichtig. Dan gaan we het even verder. Hier zie ik ook alles goed. Ja. Alles ziet er goed uit. Oh, hier zien we een heel... Oh, oh, oh. Hier niet. We gaan even naar boven. En hierboven is alles goed, want dan hebben we dus al gebouwd. De uitgang. Die is hier. Hier moet nog een schot tussen of zo, ik weet niet. Dat ze er niet afvallen, zeg maar, realisme. Hier moet ik ook nog een heel stuk toezetten en dan zijn we weer buiten. Dan kijken we recht op de Splash Mountain uit en daar het monobeeldstation en daar het monobeeldstation had. En alles wat erop en eraan is, ik kan mijn cameramodus terugzetten zoals die stond en dat is op. Normaal. Nou, dames en heren, dat was de aflevering dan alweer en ik zie jullie volgende week gewoon terug bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Tot dan!